Na jarenlang in de wachtkamer gezeten te hebben, is de stichting Molen Bataaf bijna klaar met de renovatie van de molen. In mei is de officiële opening. Vrijdag werd onder grote belangstelling de kap op de molen geplaatst. Tot tevredenheid van de voorzitter. In ieder geval vanavond zitten de roeden eraan en de kap zit erop en we hebben het hoogste punt bereikt. En dat is na een jaar of 9 werken is het dan toch gelukt. Waarbij wij ups en downs hebben gehad, wat tegenvallers gehad. Bijvoorbeeld met dat een bestekschrijver niet snel genoeg ging. Een keer zijn we uit de subsidie in de range gevallen, dat is ook erg vervelend. Maar goed, we hebben het toch gehaald en we zijn er vreselijk blij mee en zetten hier nu een monument neer. De Bataaf dateert uit 1801. Er is nogal wat veranderd aan de molen. De zolder staat er niet meer in, dus het hele binnenwerk is vernieuwd. Er zitten 2 koppelstenen in, een blauwe koppel en een kunstkoppel, om het zo maar eens te noemen. En hij is weer in topstaat. Wat uniek is, dat hij destijds door 18 aandeelhouders is opgericht met het doel om het traktement van een dominee te betalen. Nou, dat is al helemaal uniek in die tijd, in 1801, in de roerige tijden van de Bataaf, Republiek de Bataaf, is deze molen toentertijd in 9 maanden neergezet. De molen kan zo weer eeuwen vooruit. Nou, laat ik niet iets voor de eeuwigheid, zeg ik dan altijd maar. Maar u moet dat zo zien, behoudens groot onderhoud gaat deze molen weer een leven lang mee. En als je hem keurig netjes onderhoudt, dan gaat hij langer mee dan u en ik samen.